Goed, Carlo Damman, 1-2 verlies tegen Westerlo. Een wedstrijd waar misschien wel een puntje had ingezeten. Ja, ik denk dat we redelijk goed begonnen zijn aan de match. Misschien een terugval na een half uur, maar oké, we deden goed mee met Westerlo. Oké, die goal komt dan toch een redelijk onwillige manier, de 1-0. Oké, we zijn dan een beetje teruggevallen. Die tweede helft direct die tegenprik. De moed zit er weer in. Oké, en in het voetbal moet je dan een beetje, de wil moet dan een beetje meezitten om die drie punten binnen te halen. En die goal valt dan in het tegendoel bij ons. Dus oké, een beetje jammer, maar oké, we open naar de volgende match zeker. De tweede helft begon inderdaad goed met de snelle gelijkmaker. Ja, Niels ging door en die zat direct binnen. Dus direct kopjes omhoog, dus direct allemaal goed doordoen. En Keer zat misschien wat meer in, maar we hebben ons getoond vandaag en oké, het zat niet mee. Dus. Ja, het was een stuk beter dan woensdag. Ja, het was een stuk beter dan woensdag. Misschien ligt dat aan het mentaal, ik weet het niet, maar het was toch beter. Het moest beter, dus. Anderzijds, punt vast, dat blijft misschien een probleem dit seizoen. Ja, oké, als we iedere keer spelen en we halen maar één punt binnen, dan schuiven we niet op in het klassement. Maar het is toch beter voor... het is beter een punt dan geen punten. Dus, en ook voor het mentaal, ja... Maar gewoon blijven doen, zou ik zeggen. Hè. Je maakt zelf je debuut. Ja. Ik vind dat ik geen onterechte match gespeeld heb. Maar oké, voetbal blijft een ploegsport, dus daar gaan we niet veel op ingaan. Ja. Volgen u twee uitwedstrijden? Ik denk Posseduur, Hoogstraten. Moeten doen zijn, maar oké, we gaan er niet beginnen zeven, want onze prestaties de laatste weken zijn niet zo goed. Dus gewoon match per match bekijken en we zien wel. Oké, bedankt. Alsjeblieft. Play when feeling lucky. Waag meteen je kans op napoleongames.be. Napoleon Games. Je geluk begint nu al met 10 euro gratis speelkrediet.